De voetballers van Juliana zijn kampioen. Even leek het erop dat de Maldenaren de titel van de eerste klasse door hun vingers lieten glippen. Maar op de voorlaatste speeldag klaarden zij het klusje alsnog. Trainer Remco Bisentini en aanvoerder Jeroen Meijers konden hun geluk na het kampioensduel niet op. Ja, hartstikke blij natuurlijk. Hè. En, nou, weet je, het is allemaal overbodig wat ik zeg nu natuurlijk. Maar je hebt natuurlijk hard voor gewerkt. Maar waar ik meest blij voor ben is... De collectiviteit die wij hebben met het hele elftal, met de club, met de mensen zoals je ziet hier omheen. We hebben het spannend gehouden, maar vanaf de eerste dag natuurlijk bovenaan gestaan. En heel weinig laten lopen dit seizoen. En uiteindelijk hier thuis mogen afmaken. Ja. En hoe kan het? Nou, kijk, ja, daar gaat het wel om. Hè. Het gaat om scherpte. Kijk, natuurlijk, wij spelen op kunstgras. Wij spelen altijd. We hebben in een competitie een bepaalde stand gehad met 8 doelpunten voor, geloof ik. Maar dat de tegenstander of de concurrent 2 wedstrijden minder gespeeld heeft. En dan kan die loomheid erin sluipen. Dat is ook gebeurd, moet ik zeggen. Want we hebben natuurlijk een fase gehad dat we 2 keer verloren. En daarna 3 weken vrij achter elkaar. Ja, dan moet je de boel scherp zien te houden. En, maar wat we wel hebben onder elkaar, het laat elkaar op. En ik hoef daar in principe heel weinig aan te doen, denk ik. Maar uiteindelijk gaat het om het eindresultaat en dat is winnen. En kampioen worden, en dat hebben we gedaan. Ja, dan na 2 degradaties heb je maar 1 doel. Zeker gezien de selectie, de kwaliteit. En ik denk dat we het doel vandaag hebben bereikt. Ik heb het begin van het seizoen uitgesproken. Omdat ik echt vond dat we kampioen moesten worden. En van buitenaf denkt iedereen maar van... Oh, Juliana zal het maar zomaar eventjes worden. Zo werkt het echt niet. Er is een bepaalde druk. Er zijn een aantal blessures bijgekomen. En dat je dan toch thuis die wedstrijd over de streep trekt. En daarmee kampioen wordt, ja... Nu wordt er gefeest. Hoe gaan we dat doen op zijn Byzantinisch? Ja, mijn nichtjes komen, de danseresjes. Nee, het komt allemaal goed, denk ik. Ik denk dat het goed komt. En, we zijn eigenlijk al in onze gedachten misschien al 4, 5 weken aan feesten. Maar nu kun je gewoon, je kunt alles laten gaan.